Auw, dat is mijn kont. Smash op de like. Smash op de like als je dit vaker wil zien. Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom in een nieuwe video van Minecraft. Vandaag spelen we niet zomaar Minecraft, maar we spelen op Hypixel met de nieuwe game mode Skyblock. Jullie hebben het vast wel eens gespeeld en voor de mensen die het niet kennen, het is Skyblock, maar dan heel anders. Het is niet echt overleven Skyblock. Eigenlijk moet je helemaal niet overleven. Het is heel anders. Ik leg het zo wel uit. Ik ben al heel erg begonnen. Ik ben al heel erg ver. De reden waarom ik dat heb gedaan is omdat aan het begin is het gewoon nog saai minen en dat soort dingen. Nu kunnen we wel wat interessantere dingen doen. Welkom bij mijn eiland. Je hebt in deze Hypixel server andere crafting recipes dan normaal. Gewoon nieuwe crafting recipes, nieuwe enchants. En je hebt minions. En die kan je dus maken. En die gaan dan hout voor je hakken. Of bijvoorbeeld eieren voor je hakken, diamonds voor je hakken, kool voor je makken, hakken, emeralds voor je hakken, cobblestone en dus weer iron. Ja, je hebt dus minions. Die kan je upgrades geven. Die kan je zelf upgraden. En die minen gewoon voor je. Ook als je offline bent. Wat dus heel vet is. Hier heb ik trouwens een portal voor een soort fast travelen. Hier zaten twee farming minions. Alleen die heb ik weggehaald. Want je hebt maar een cap met hoeveel minions je op een eiland kan hebben. En die kan je vergroten. Dus upgraden. Hier heb ik mijn enchanting table. Want ik heb twee zwaarden. Twee pickaxen. Twee axen. Dat is allemaal voor andere dingen. Als eerste ga ik eventjes heel mijn inventory legen. Omdat ik denk dat ik eventjes wil gaan minen. Ik wil gaan minen voor geld. Omdat geld heb ik nodig om items te kopen van mensen. Dus ik stop even alles hierin. Bedorven vlees en botten mogen lekker in deze troep chest. Oké, yes. Ja, ik wil jullie eigenlijk eerst de hub laten zien. Dan gaan we zo meteen wel in de deep caverns. Want dat is een mine. Hier is dus een kaartje. Je hebt de mines, de farm en lumber dingen en nog wat andere dingen. En je hebt dus verschillende areas voor hogere levels bij alles. Want je kan met in alles levelen. En je krijgt dus ook nieuwe recipes voor minions. Ik heb hier bijvoorbeeld talisman, enchanted ice, budget hopper. Ik heb hier allemaal dingen. Maar dat maakt niet uit. Ik doe even mijn mouwen zo. Hier heb je dus de auction master. En dan kan je dus bieden op dingen. Even kijken, heb ik mijn bed. De tijd dat ik offline was. Heeft iemand anders gebed? Weet je wat het altijd is? Je denkt, oh, een bed is over 1 minuut klaar. Over 1 minuut krijg ik mijn item. Dus als ik nu alles inzet, dan komt het wel goed. Altijd is er nog iemand die op het laatste bed. Daar heb je dus de coal mine. Daarachter heb je de gold mine. En daarna heb je dus de deep caverns. Laten we het lijken achter. Als je hier meer video's van kan zien. Want dit kan dus echt een soort van meerdere aflevering hebben. Ja, heel mijn inventory is leeg om te minen. Je hebt dus ook monsters in deze mine. Hier heb je dus de lift operator. Je hebt de gunpowder mines. Daar zijn we nu. Daarna heb je lapis quarry, pigman's den, slime hill en diamond reverse. En hierna heb je een obsidian mine. Ik denk dat we maar naar diamonds gaan, want hier krijg je meeste XP. Hier zitten skeletons en zombies die normaal gesproken zonder armor keihard one-shotten. En ook met normale diamond armor. Maar ja, ik heb dus betere diamond armor. Ja. Maar je hebt dus ook dingen zoals lapis armor en emerald armor. Jij gaat met een boog. Dat lijkt me niet heel slim. Oké, yes. Woehoe. Waarom hoor ik een slime? Dat hoort niet dat ik hier een slime hoor. Dat is bij Slime Hill. Hé, wat nak je met XP? Je gaat echt best wel snel level up. Maar ja, we moeten dus voor level 60 gaan. Oké, laten we gewoon eventjes weggaan bij elkaar. Want jij bent nu al mijn experience aan het nakken. Goed zo. Gewoon afstand nemen bij elkaar. Hoppa, die hebben we easy gekild. Oh, hij is gekild. Oh, wat zielig. Hier heb je dus allemaal diamonds, maar dat heb ik niet nodig. Omdat ik heb al zo'n diamond ding, zo'n diamond minion op mijn eiland. Dus die mint echt heel veel diamonds. Laten we even bij de andere kant op gaan. Het is echt druk in de diamond mines. Nou, kijk. Normaal gesproken ga je hier dus, kom je hier om te minen. Alleen ik kom hier dus voor XP. We kunnen wel in deze video level 60 halen. En we krijgen ook heel veel muntjes. Weet je wat even goed is? Ja, nee, 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 nee. Ik moet hier weg. Oh, dit is heel dom. Ik ben trouwens een random guild gejoind. Ik weet niet eens hoe die guild heet. We zijn de 3000ste gilde. Dat is eigenlijk best wel goed, maar ja. Welkom to Lazul. Het heet Lazul. Inderdaad, helemaal vergeten. Sorry, het spijt me, het spijt me. Er zijn 52 leden, dat is best wel veel. Yes, woehoe! We gaan weer naar mijn private island om in die deep caverns cave te gaan. Oké, sorry voor de technical difficulties. Nou, dat was het nou ook weer niet. Maar dit is ook bijvoorbeeld een leuke game om te livestreamen. Want wat je in deze game vooral doet, is gewoon best wel grinden. Maar je krijgt dan ook wel sicke dingen. Want eigenlijk, ja, wat ik nodig heb is levels voor betere enchantments. En dan krijg ik dus ook tegelijkertijd geld. Hoe kom jij daar nou weer?
Maakt niet uit. Oh, ja. Wat ik dan wil is eigenlijk gewoon bosses proberen te bevechten. Oké, ik ben niet aan het opletten. Hé, hey, hij heeft me niet eens één keer geraakt met een arrow. Maar kijk, ze hebben dus diamond armor. Diamond armor is best wel bad. Is best goedkoop. Daarna is lapis armor heel goed. Daarna emerald armor. Maar je hebt dus ook nog enchanted diamond armor. En dat is dan wel goed. Maar normaal iron armor... Of diamond armor is eigenlijk leather armor van normaal Minecraft. Het is echt heel bad. Nee, niet doodgaan. Niet doodgaan, boys. Nee, ja, toch ga je opeens bijna dood. Oeh. Waarom is mijn reach zo laag? Yo, ik help je. Laat maar, ik heb niks gezegd. Oké, nou, onze levels gaan wel goed. We zijn 8 levels omhoog. We zijn bijna level 30. Level 54 kunnen we ook wel doen. Want wat ik eigenlijk wil is luck op mijn zwaard, denk ik. Zullen we even proberen Obsidian Sanctuary te vinden? Dat wil ik eigenlijk wel. Alleen, ik zou geen flauw idee hebben waar dat is. Ja, doei skeleton. Ik denk dat het hier veel verder achter is. Ik wil even niet overal voor mijn mik worden geschoten. Hallo? Auw. Dat is mijn kont. Obsidian Sanctuary bestaat niet. Where is Obsidian Sanctuary? Ik level wel gewoon als ik deze guy skill. En ook eigenlijk best wel snel. Veel sneller dan dat je XP bottles of zo gebruikt. Kijk, in Obsidian Sanctuary kan je ook blokken met diamond vinden. En dat is wel echt heel efficiënt als je die gaat hakken. Er zitten ook volgens mij best wel sterke monsters. I can show you if you want. Oh ja, graag. How? Hij zegt zo, just invite me to your party and then warp me. Ja, hij is hier. Oké, yes, let's go. Holy damn, dat is een grappling hook. Die wil ik ook. Waar is de Obsidian Sanctuary? Oké. Hij heeft ook echt een cape en alles. Ik wil ook wel zo'n grappling hook, hoor. Die mag je hem ook wel geven. Nee, grapje. Hij doet 1000 damage. Wat is dat? Ik doe 190. Thanks. Oh! Even kijken hoe sterk deze guys zijn. Oh, dat valt reuze mee. Ja, je hebt obsidian. En diamond blocks. Je kan hier nergens normaal minen. Obsidian duurt zo lang. Dat is best wel logisch. Stop, ik probeer even. Ik heb het bijna. Yes! Ah, ik dacht al... Oké, dit wordt me iets te erg. Ik ga naar boven. Ah. Laten we gewoon weer naar de diamond mine gaan. Daar voel ik me beter. Maybe. Oh shoot, een YouTuber. Oh, traden. Een blok of diamond. Oké, je mag best wel stoppen. Je mag... Wow, you sure? Thanks, man. Shoutout naar Cohiba Killer. Ik ga even buigen. Ja, en hij komt er weer tussendoor. Oké, wat... Die backpack is cool. Holy damn, oké, er zit een beetje veel in, man. Wil je dat ook geven? Oké. Thanks. Oh, je hoeft me ook niet echt al je junk te geven. Ik ga naar mijn private island. Magma cream, dat is volgens mij best wel veel geld waard. Oh nee, het is gewoon. Maar die backpack is zo chill. Leren laarzen, wat moet ik daarmee? Medium backpack. Oké. Zoveel blocks of gold. Zoveel autosmelters. Oké. Oh, ik schrok me dood. Die guy is echt awesome. Even kijken of we kunnen gokken. Of bieden. Zoals dat heet. Kijk, weet je wat ik ook kan doen? Ik kan gewoon zeggen, mag ik dit? Ja, maar dat is een beetje naar. Dat ga ik niet doen. Withdraw all. Het is helemaal niet veel, want er worden spullen verkocht van 11 miljoen. Maar ja. Auction. Ik wil zo'n daylight saver ding. Je moet nether quartz verzamelen en dan hoef je maar tier 3 te zijn. En daar ga je heen via de graveyard. Dat was er blijkbaar ook. Dat is wel leuk, want dan kunnen we het even exploren. Want dat is de graveyard. Daarna heb je Spider's Den en daarna Nether Forest. Een nieuwe area is altijd leuk. Daar ben ik er zelf ook nog niet geweest. Oh, ik heb dit wel eens gezien. Dit is waar je zombies moet killen en zo. Dat is wel leuk.
En ja, daar hebben we ook weer even nieuwe quests en zo. Dat is ook wel even leuk. Even een nieuwe area. Ja, maar dit zijn allemaal echt slechte zombies. Oh, maar ze zijn wel heel snel, maar ze doen geen damage. Ze doen maar een half hartje en ik regen weer meteen. Het is niet eens moeilijk. En ik krijg ook echt geen XP ervan. Oké, ik denk dat ik verder moet lopen. Ik weet niet of ik al hoog genoeg level ben om naar Spider's Den te gaan. Ik denk het wel. Ik ga wel even. Koekeloeren, die zombie villagers zijn ook echt veel te snel. Yes. Spider's Den, let op. Woehoe. Woehoe. Oké, Spider's Den is best wel mega. Hey Mitch, zitten we hier in de Hunger Games? Blazing Fortress zit hier ook. Dat is wat ik al de hele tijd probeer te zoeken. Oh, slimes en dat soort dingen. Hier zijn gewoon denk ik echt een invasie van monsters. Oké, even kijken waar die Blazing Fortress en zo is. Silverfish. Oh, kijk. Dat is Blazing Fortress. Sowieso. Of Nether misschien. Dit is Nether. Dit is Nether Fortress. Dat is Blazing Fortress. Denk ik. Een Nether ding. Ik denk dat Blazing bij Nether hoort. I don't know. I guess we'll find out. Oh, Spider Jockey. Dit ding heb ik nooit gezien. Nee, volgens mij één keer. Ik heb dit één keer in mijn leven gezien, een Spider Jockey. In echt survival. Hier zit die launchpad. Hoe ben ik nou lijp? Wat? Waar zit die launchpad voor Blazing Fortress? Splitter Spider. Maar je krijgt waarschijnlijk al sikke armor en zo. Oh, silverfish. Oké, ja, die splitten. Het lijken net slimes, maar ze doen bijna geen damage. Dus waarom stress ik hem zo? Kan ik dit ook hakken of zo? Nee. Ik vind het wel cool, Spider's Den. Kom op. Waar ga ik naar Blazing Fortress? On top. Oh. Oh, I see it. Thanks. Hoe kom ik daar boven? Ik zie allemaal skeletons. Ik peer hem gewoon snel. We lopen lekker naar boven. Hier zijn toch alleen maar zilvervisjes. Ja, en cobweb. Ik weet niet of je die kan pakken. Nee. Spider, jockey of jockey skeleton. Piggyback riding. Au. Het lijkt alsof er heel veel damage aan mij wordt gedaan, maar dat valt echt reuze mee. Oké, Blazing Fortress. I'm scared. Wat? Ja, netherrack. Nether baksteen. Oh, dat komt omdat ik deze pickaxe heb. Nu heb ik netherrack. Oké, dat is chill. Hoe kan hij zo snel minen? Dat wil ik ook. Ja, dan moet je haste op je pickaxe hebben. Er zijn ook pikmen. Val me maar niet aan. Dat is beter voor je als je me niet aanvalt. Oké, hier worden echt mijn parkour skills getest. Au. Au. Huh. Ik wil gewoon nether quartz. Mag ik nether quartz? Oh, dat heeft me keihard geholpen. Een blaze ben ik niet klaar voor. Ah, wat? Toen was je keihard dood met al je geld in je broekzak. Waarom heb ik al mijn geld ten eerste mee? Ik probeer gewoon nether quartz te zoeken. Where is the nether quartz? Go to the left, zegt hij. Collect nether quartz en blaze rods. Ik zie daar nether quartz. Mensen in de clan helpen me echt heel erg. Je hebt trouwens ook iets dat heet een bone helmet. Ik weet trouwens niet waarom pikmen je soms aanvallen. Ja! Glowstone! Iedereen helpt me echt. Wat een lieve community. Nether. Oh, kijk, nether quartz. Nether quartz paradijs. Kan je nether quartz minion? Dat wil ik wel. Oh, blaze minion. Blazes zijn volgens mij heel sterk. Ik weet niet eens of ik ze aan kan. Ik heb denk ik nog niet een sterk genoeg zwaard. Ik krijg hier best wel wat XP van. Zeker als ik blaze rod, of blazes ga killen. Kijk, als je deze hebt, dan krijg je die daarvoor. En dat is deze saver. Moet ik 250 nether quartz. Dat is te doen. Als ik gewoon een minion neem. Nee! Nou! Nee! Degene die het langst in deze server zit, die krijgt het item. Dus wat je kan doen is naast mensen staan die net zijn gejoined. Ja, ik ga voor een quartz minion sparen. Daarvoor heb ik 80 nether quartz nodig. Maar ja, op deze manier lukt het niet. Nee, nee, nee. Pak mijn nether quartz niet op. Ik loop nog steeds met al mijn sikke dukaten rond. Ik heb bijna 80. Ik hoef nog maar 16. 16 is niet heel veel. Come on.
Ik heb genoeg. Oh, magma kubussen. Nee, dat wordt er nog iets te gek. Dat is met lava en zo. Eerst blazes. Blaze rod. Oh! Ja, oké, ik keek hem blijkbaar aan. Ik kan parkouren, bitch. Jij niet. Lekker voor je. Oh, ze zijn hierboven. Hij is dood. Ik word helemaal niet veel gedamaged. Hij is niet heel sterk. Nee, dat valt reuze mee. Ik heb een blaze rod. Hoi. Alleen gewoon die vuurschade is heel irritant. En hij heeft heel veel knockback. En je flipping rods worden genakt. En hij heeft een ember rod. En dat is de beste ding in de game. Ja, maar je dingen worden daar de hele tijd genakt. Dus dat ga ik niet doen. Kijk hem niet aan. Ik weet niet waarom die dingen achter me aan gaan zitten. Kijk gewoon weg. Kijk weg. Hoe ga ik dit doen? Kijk ze niet aan. De andere kant op. Is niet zo moeilijk. Woep, parkour skills. Oké, ik ga in battle. Nee. Maar kijk, ik kan er niet eens bij. En er zijn er veel te veel. Kijk, ik kan er niet eens bij. Verstop je. Er zijn er te veel. Kan ik alleen hem lokken? Ja, ze richten allemaal op hem. Dus ik kan deze veilig pakken. Ja, ik heb end rods. Ik heb blaze rods. Of hoe die dingen ook heten. Nee, ik ga wel bijna dood. Ik heb er twee. Een blaze rod minion gaat nog wel even duren. I'm out here. Oeh. We zijn terug met een nether quartz minion. Of tenminste, we moeten hem nog maken. Dan heb ik een houten pickaxe nodig. Houten pickaxe. Let's go. Oké, we hebben wel iets bereikt in de video. Alleen dan moet ik een minion weg gaan doen. Ik moet volgens mij na deze nog twee minions maken. En dan krijg ik een nieuwe slot. Oké, duidelijk. Oh, we hebben een boog. Oké, dat is best fijn. Dan moet ik even enchantment op doen. Infinite Quiver of zo heet dat toch? Dat is 60. Oef. Oh nee, Infinite Quiver 2. Die kan ik. Zal ik het doen? Er is vast een betere boog. Maar zal ik het doen? Ah, boeien. Ik kan het niet eens. Wat staat er op? Saves arrow. Nou, fijn. Ja. Alsnog wil ik even kijken of we dingen kunnen upgraden. Ik pak gewoon al mijn cobblestone. Die cobblestone minion kunnen we echt 30 keer upgraden. Dat weet ik. Oh, oké. Cobblestone minion, be ready to be level 1000. Dat is wel chill. Cobblestone minion. Oh, kijk, hij stopt het in de kist. Click to upgrade. Ja, dat is heel makkelijk om te maken. Want als het goed is, als het hetzelfde is bij iron, is dat dit. Het is wel heel veel. Ja, oké, het is één enchanted cobblestone. Oké, ja, dat doen we wel een andere keer. Dat betekent dat we weer één type minion erbij hebben. En dan moeten we nog één minion doen. We kunnen die enchanted cobblestone waarschijnlijk wel halen. Zo, dat is heel veel stacks. Met diamonds. Doe even zo. Oké, ik heb nu heel veel. We hebben een nieuwe minion slot. Let's go. Dan kunnen we namelijk een nieuw minion plaatsen. Waar komt die minion? Ik denk dat we gewoon gaan extenden. En, want hier wil ik namelijk een portal doen. Ja, we gaan extenden. 1, 2. This is it. Ik doe nu eventjes dat ik gewoon één ding weer neer kan zetten. Eén nieuwe farm. Ik wil ook trouwens even mijn torches beter neerzetten. Maar ja, met een D7 hoeft dat ook niet meer. En dan kijk, als je weer mobs wil laten spannen voor mob farm of zo, die kan je ook maken met minions. Maar dan kan je gewoon een night saver. Oké, ik kan in ieder geval nu weer een nieuwe laag met een minion plaatsen. Alleen wat ik even moet doen. Kijk, je moet er een laag onder doen. Want als die blokje onder jou weghakt, dan val je er vanaf. Want dat wil je niet hebben. Eerst vond ik deze skyblock variant heel stom. Omdat ik had andere verwachtingen. Maar het is gewoon Minecraft. Maar dan dat je gewoon binnen 10 minuten diamond armor hebt. En dan voel je echt baas. Maar dan ben je eigenlijk gewoon echt heel slecht. Het is een leuke Minecraft variant. Want het speelt zo anders. En het is wel een beetje grindy. Maar dat vind ik juist zo leuk. Gewoon lekker minen. Gewoon lekker blij zijn. Lekker praten. Oké, ja, dit klinkt nu echt heel erg gek. Alsof ik ook een promotie doe of zo. Wat nu kan, is dit dicht doen.
En dan kunnen we nu ze kwart minion. Jij gaat nu echt heel veel voor mij minen. Weet je wat ik even ga doen? Automated shipping. Dat is als die vol zit. Dan gaat die budget hopper. Dat is heel veel enchanted iron. Iets van 5 of zo. Met een kist in het midden. En dan zelt hij automatisch als die vol zit. Maar ik ga hem in ieder geval wel even fuel geven. Waardoor hij gewoon beter presteert. Ik heb volgens mij ook nog enchanted bread ergens. Ender chest. Hier zit ook nog echt allemaal troep in. Wat wou ik nou pakken? Kool. Ik geef hem even een stekje kool. Ik moet eigenlijk ook de andere bijvullen. Even kijken. Ja, mijn crafting grid is een beetje raar, maar ja. Dat is een stack. Ja. Here you have it. Oh, je bent al lekker aan het plaatsen. Je plaatst echt snel. Daar is je fuel. En heb je dus ook nog 2 upgrade slots. Dan kan je dus bijvoorbeeld een auto smelten en een compactor. Wat die doet is, hij maakt automatisch de blok variant. Alleen, dat is alleen chill als je heel veel space hebt. Ik heb nu ook best wel veel space in deze minion. Dus dat kan ik wel doen. Alleen dan kan die veel minder. En het maakt me echt niet uit om blokken te maken. Dus dat maakt niet uit. Hier heb ik dus een budget hopper. Dus als die vol zit, dan gaat die verkopen automatisch. En dan krijg ik ook weer geld. Dus ja, dat is heel chill. Even kijken of we nog even wat leuke recipes hebben. Crafting recipes. Even kijken of er nog leuke dingetjes zijn. Ja, die small storage, die is zo chill om te hebben. Medium storage krijgen bijvoorbeeld bij level, of volgens mij bij level 8. Maar vanaf level 5 moet je de enchanted variant geven. Deze level 3. We hebben wel heel veel iron blokken. Die hadden we natuurlijk gekregen van die guy. Dan kunnen we allemaal in enchanted iron veranderen. That is a pretty good idea, if you ask me. Hiervoor moet ik een hele lege inventory hebben. Als ik dit wil doen. Ja. Let's go. Dit gaan we allemaal in iron veranderen. Oh nee. Oh no. We hebben ook zoveel gold. We kunnen trouwens ook een gold minion maken. Maak ik later wel. Oké, wat je dus moet doen is, dit moet je allemaal nu zo gaan doen. Zo, en dan kan je dan nu gaan plaatsen. Hoppa, we zijn op de helft. Het gaat lekker, het gaat lekker. Hoppa, enchanted iron. Dan kunnen we dit weer allemaal bij elkaar doen. En dan kunnen we dan weer even een blok maken. Awesome, leuk, cool. Delete regen uit Minecraft. Tum, tum, tum. Doe het er weer allemaal in. Pak een laatste enchanted iron. Ja, dan kunnen we deze naar level 5 brengen. Yes. Wat? Nee! Welk level? Nee. Welk level is dat? Nee, volgens mij is die al level 6. Dan heb je 8 iets nodig. Oh. Laten we dat eens even lekker niet doen. Ja, nee, nee. Dit is goed. Yes, level 5 minion. Oh, daarom had deze guy zoveel slots. Oké. Je storage zit vol. Oh, echt geweldig. Dan heb ik zoveel kool. Dan kan ik je denk ik upgraden. Als ik even alles pak, dan kan ik je makkelijk upgraden. Dus ja, je moet gewoon ook al die upgrades maken. Je moet alles, elke minion maken die je kan. Oké, dit is echt heel veel cool. Yo, hoe goed ben je aan het minen? Je hebt niet eens alles geplaatst. Dat is pretty sip. Ik wil het ook eigenlijk niet weghakken. Dat vind ik zielig. Doet hij zo zijn best. Ik heb je verteld deze mop en dan ging deze lachen. Dat is echt grappig. Want dan zegt ze, ja, jij hebt leuke kleding aan. Dat is echt cool. Maar deze is zo lonely. Dat vind ik echt zielig. Nou, hij is wel goed aan het werk. Ik heb heel weinig oak logs, omdat ik ze altijd verander in planks. Omdat ik wou dit hele mooie huis maken. Wat ik al de hele tijd wil doen, is ik wil kisten plaatsen in mijn huis. Ik wil eigenlijk alles naar binnen verplaatsen. En hier wil ik echt een grote muur. Muur met kisten. En het komt precies uit. Wat een heerlijkheid. En kijk, dit wordt dan een beetje mijn buitenstorage. Of zo. Ik denk dat ik echt nooit die binnenstorage ga gebruiken, maar ja. Dat was allemaal hout. Voor 24 kisten. Die kan ik dan niet openen. Wat? Oh, het zijn stairs. Oké, ik had er echt niet zoveel nodig. Weet je wat ik dan ook kan doen? Misschien staat het niet. We zullen het zien. Deze blokken. Deze zijn wel vet. Ik weet niet alsof ik hiervoor genoeg heb. Ja, hiervoor heb ik al genoeg. Het ziet er wel cool uit. Moet het eigenlijk ook achter veranderen. Maar ja. Ja, het ziet er cool uit. Wat ik dan wil, is eigenlijk ook even een aparte crafting table en furnace maken. Oké, ja. Mijn crafting grid is raar. I know. Oké. Woehoe. Nu is het allemaal hartstikke mooi. Het ziet er best wel cool uit. Met hier een enchanting plekje.
Ik ben er hartstikke blij mee. Ik ben echt blij hoe het is geworden. Ik denk dat ik dat hier binnen gewoon junk ga maken of zo. I don't know. Trouwens, weet je wat je ook volgens mij kan doen? / visit. En wat dat is, dan kan je kijken. Dan kan je niks doen op mijn eiland, maar dan kan je gewoon kijken. En dat kunnen jullie dan doen. En dan kan ik misschien één iemand uitkiezen. Ja, kijk, / visit. Dat is heel cool. Als YouTuber rank kan je 15 mensen maximaal op je plot hebben. Ja, dus dan kunnen jullie gewoon even rondkoekeloeren. Kunnen jullie eventjes gedag zeggen tegen mijn minions. Niet pesten, want ze slaan je met die pickaxe. Wow, je hakt dat daaronder gewoon weg. Je hebt het helemaal vol. Lekker bezig, man. Ik wil je even zien. Je hebt maar een houten pickaxe. Naarmate je meer upgrade, krijgen ze betere pickaxes en zo. Nu doet hij het heel sloom. En het duurt ook heel lang voordat hij een actie doet, zeg maar. Maar kijk, bij hem doet hij het echt om de 6 seconden of zo. Ik vond het, kijk, weet je wat echt chill, wat ik chill vind aan zo'n Minecraft opnemen? Is ook gewoon om te kijken, het is zo laid back. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Dus hopelijk vinden jullie dit leuk, want ik hou van Minecraft. Dus ja, smash op de like. Smash op de like als je dit vaker wil zien. En dan zie ik je bij de volgende video. Later!